Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag aan de rosa poncho beginnen. En die rosa poncho die wordt gehaakt in het rood-wit-geel. Dat zijn de Oeteldonkse kleuren van Den Bosch. In Den Bosch heb je rood-wit-geel en als je dat aan hebt, ja, dan ben je helemaal op zijn Oeteldonks in Den Bosch. Dit wordt een baby poncho met hele leuke randjes. Ik ga het rustig uitleggen wat je nodig hebt en hoe je het moet maken. En ik zou zeggen, kijk lekker mee en geniet ervan. Dit wordt een baby poncho. Aan de voorkant is hij open, dus het kindje hoeft niks over haar hoofd heen te halen of om te knopen. Het dasje, er zit er aangehaakt. Dus je knoopt het dasje dicht en het zit er meteen aan vast. Ik zal het rustig uitleggen en dan gaan we beginnen. Tot zo! We hebben nodig voor de poncho 2 bolletjes rood van Bravo van Sasje Meijer, 2 bolletjes wit en 2 bolletjes geel. En wil je het kleurnummer? Rood is 08241 en wit is 08224 en geel is 08210. Dus misschien dat je wol moet bestellen, maar deze wol heb ik gehaald bij de winkel in de Vughtestraat in Den Bosch bij Hoofs. En ik zal je nog meer vertellen wat je nodig hebt. Steekmarkeerders. 1 centimeter. Een stopnaaldje. Ik haak deze poncho met haaknaald nummer 5, omdat het nogal een klein, ja, babytje is. Ze wordt nog 1 in volgende zomer, dus in maart gaat ze het dragen, dus we haken dit ongeveer voor maatje 74. Maar ik ga ook rustig uitleggen in andere maten hoe dat je een grotere maat kan maken. Dan heb je nog nodig spelden, een schaartje. En ik heb ook nog een paar applicaties gemaakt, hartjes. En de link daarvan die zal ik hieronder zetten, onder de video. Want dan kan je ook sowieso hartjes haken. Want die zijn ook zo leuk, hartjes haken. Als je dat kan, dan, ja, dan kan je ook heel veel dingen versieren voor carnaval of voor andere leuke dasjes. Kijk, dan kan je een paar hartjes opzetten en hoe schattig is dat? Dus deze link zet ik eronder. Ja, dit is wat we nodig hebben. Dus 2 stuks van rood, 2 van wit en 2 van geel. Oh ja, en de bolletjesrand. Ik zal het even laten zien. Ik heb hem nu nog opgespeld. Kijk. Nu zit de bolletjesrand nog met spelden op. Maar die bolletjesrand, ja, die kan je ook in allerlei kleurtjes kopen. Ik heb gekozen nu voor geel. Ik denk, ja, is gewoon leuk. Je kan rood pakken, je kan de carnavalskleuren pakken. Ook een hele andere, ja, het geeft het haakwerk net iets extra's. En ik ga het straks ook rustig uitleggen hoe dat je die leuke sierrand hierop maakt. En ja, dan kunnen we gaan beginnen. Dan zie ik je zo weer terug. Ik laat even zien, dit is de achterkant van de poncho. Dat hij dus in het vierkant gehaakt wordt, maar blijft in het midden hier, blijft hij open. Hier zit dus al het dasje aan, maar je zet dus een opzetketting op van 12, 12, 12, 12. Dat is dus 12, 24, 36, 48 losse steken. Ik zie je zo weer terug. Nu, dus je pakt je rode draad, je maakt een opzetlus en je maakt 12 losse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. En in die 12e, iedere keer daar zet je een steekmarkeerder. Dan gaan we weer verder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En dan pak je weer een steekmarkeerder. Zie je? En zo ga je door tot je 48 steken hebt en om de 12 zet je even een steekmarkeerder erin. En dan zie ik je dadelijk weer terug. We hebben nu 48 steken opgezet en om de 12 een steekmarkeerder. En dan zie je dat je dus ook hier dus die vierkant krijgt. 12, 12, zie je? Zo. Alleen we gaan nu gewoon iedere keer terug, dus we zetten het niet aan elkaar omdat het aan de voorkant moet openen. Ik haal hier trouwens even de steekmarkeerder eruit, die vind ik lastig, de laatste. Je begint met 1 losse, sorry, 1 losse, en dan gaan we in elke steek een vaste zetten. Dat is echt je eerste toer hoor, die eerste, al die vaste. Zie je? En ben ik bij de steekmarkeerder, dan zie ik je weer terug. En nu zijn we bij de steekmarkeerder en daar zetten we 2 vaste in, want dit worden de hoeken. 2 vaste. En dan ga je weer in elke steek een vaste zetten. Dus bij de hoeken zet je 2 vast in en bij de gewone steken 1 vaste. Zo, komt het er dan uit te zien? Dan krijg je al echt een hoekje. En dan zie ik je op het einde van deze toer weer terug. En we zijn nu op het einde van de toer met de vaste. We zetten nog 1 vaste erin in de laatste steek. Zie je dat je echt die laatste, dit is de laatste steek, dat je die ook niet vergeet. En dan heb je mooie hoekjes. Zie je? En dan even goed de camera neerzetten zo. En dan wordt dit zo de voorkant. En dan heb je, gaan we zo weer terug aan de poncho beginnen. Dus we gaan het weer keren. Voordat we het keren maken we 3 lossen. Na de 3 lossen dan keer je je werk als een blaadje. En dan gaan we in de eerste niet, maar in de tweede steek, daar gaan we een groepje maken van 3 halve stokjes. En je steekt in, je haalt je draad op. En je haalt om en je gaat meteen door 3 lussen. Dus de halve stokjes heb ik gekozen. Je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 3. En dat zijn halve stokjes. En ik heb dit gekozen omdat ik voor een babytje vond ik de gewone stokjes gewoon te grof. Dus ik vind een half stokje, je steekt weer in dezelfde steek in, je haalt je draad op, omslaan door 3. En dit haakt ook wel heel makkelijk weg. En nu ga je je volgende groepje van 3, 1, 2 sla je nu over, 2 sla je over en in de derde, dus niet 1, 2, in de derde, daar ga je weer een groepje van 3 halve stokjes maken. Dus je slaat om, je steekt in, omslaan, nog een keer omslaan door 3. Dit doe je wel
Ja, je moet een beetje loshaken, maar dat is altijd wel een beetje makkelijker. Dan pak je alle drie de lusjes en dan heb je drie halve stokjes. Je slaat weer om, 1, 2 sla je over en in die derde, daar steek je in, je haalt je draad op, omslaan door 3. En als je ziet hoe makkelijk dat je hiermee weghaakt. Het is makkelijker dan een stokje, want je hoeft nergens bij na te denken. En het zijn iedere keer groepjes van 3 en je slaat iedere keer 1, 2 steken over en in de derde. En nu komen we dus bij die steekmarkeren. En in die derde, daar pakken we dus weer een half stokje, of we maken weer een half stokje. En dan gaan we er nog 2 maken. En dan nog 1 losse, want dit is de hoek. En dan gaan we weer 3 halve stokjes in die hoek maken. Of in diezelfde steek. Dus op de hoeken zet je 3 halve stokjes, 1 losse en 3 halve stokjes in 1 steek. En dan krijg je die hoek. En dan sla je weer 1, 2 steken over. En in de derde, daar maak je nu een groepje van 3 halve stokjes. Je slaat het 1, 2 over en je maakt in de derde 3 halve stokjes. En op het einde van de toer, dan zie ik je weer terug. We zijn nu bijna op het einde van de toer. En als je ziet, dan krijg je al een vierkant. En ik heb al gekeken of die groepjes, of dit werkt. Kijk, want hier heb je dus alleen maar 1 stokje ingezet. Dan heb je 1, 2, 3 groepjes van 3. En dan in dezelfde steek een groepje van 3, een losse en 3. En dan heb je hier weer groepjes van 3, dus 3. En hier tussen die hoeken heb je ook weer een groepje van 3. En hier krijg je dus ook weer een groepje van 3. En dat betekent dat je in de laatste steek alleen nog een half stokje zet. Dus in de laatste steek een half stokje. Kijk, en dan heb je overal hetzelfde aantal stokjes en kom je ook goed uit. Dit begin is gewoon het belangrijkste van de poncho. Dan ga je weer 3 losse maken. Ik maak iedere keer 3 losse op het einde van de toer en dan keer ik het werk. En dan gaan we de meerdering maken, maar we maken dan 2 halve stokjes hierin tussen die eerste en het groepje van 3. Dus maken we er 2. Dit is 1 en dit is 2. En waarom 2 aan het begin? Omdat je hier al een 3 los hebt gedaan en dit telt mee als half stokje. Dan gaan we weer gewoon de toeren vervolgen met groepjes van 3 in die openingen. Dus in deze opening ga je iedere keer hier in die opening ga je 3 halve stokjes maken. In de opening van 3 halve stokjes. En op de hoek, dan gaan we natuurlijk weer 2 groepjes maken van 3. Dus in die opening, dit is de hoek. Eerst tot 3 tellen. Dan een losse en dan in diezelfde opening maak je weer een groepje. Even opnieuw een groepje van 3. Dit is 1, 2, 3. Kijk, en dan heb je weer de hoek gemaakt. En dan ga je in die volgende opening, hier ga je weer een groepje van 3 halve stokjes maken. Het haakt echt heel makkelijk weg. Als je het begin goed hebt, dan heb je zo die poncho af. En het heette Rosa poncho, omdat mijn nichtje heeft een baby gekregen en die heet Rosa.
Dus toen wilde ik graag voor de carnaval een poncho haken. En ja, hoe moet ik hem dan noemen? Ja, dan wordt het een rosa poncho. Dit is de hoek weer. Eerst tot 3 tellen. 1 lossen. En weer tot 3 halve stokjes. Je kan de afspeelsnelheid hier rechtsboven in beeld hier. Hier kan je de afspeelsnelheid aanpassen. En je kan de ondertiteling aanzetten. En het is altijd makkelijker werken. En dan zie ik je op het einde van de video van de toer, dan de tweede toer van de granny stripes, dan zie ik je weer terug. En we zijn nu op het einde van de toer, de tweede toer met granny halve stokjes. En als je ziet dat ik er hier 3 heb en hier 1, 2, 3, 4, dan betekent het dus dat je op het einde ook die vierde groepje moet maken van halve stokjes. En je moet een groepje hebben van 3 halve stokjes. En dan heb je weer aan elke kant gelijk 4 van deze groepjes. 1, 2, 3, 4. Buiten de hoek om. 1, 2, 3, 4. En zo ga je iedere toer, nu ga je weer 3 lossen maken. Iedere toer ga je zo verder, dus je keert weer je werk. Ik heb van elke kleur heb ik 3 toeren gemaakt. En nu ga je weer tussen het eerste stokje en die andere 2 in, ga je weer 2 stokjes maken of 2 halve stokjes. 1, 2. Dus dit is je begin weer. En zo begin je iedere toer met 2 halve stokjes. Eerst 3 losse, 2 halve stokjes. En dan ga je weer in die openingen tussen die groepjes in 3 halve stokjes maken. Het haakt zo lekker weg. En vooral ook omdat het een half stokje is. Ik vond de gewone stokjes gewoon te groot en een half stokje, ja, dat is hoger als een vaste en je hebt toch een beetje het leuke effect. En ik laat even het begin zien, want ja, jullie kunnen nu verder met toeren maken. Dit is de voorkant, of ja, je gaat hem elke keer weer heen en terug. Ik laat even de poncho nog zien, welke kleuren. Dat ik iedere keer 1, 2, 3 rijen heb gemaakt per kleur. 1, 2, 3 per kleur. En deze vanaf de bovenkant, ja, hier zitten vast omdat dit is het dasje, heb ik ook, even kijken hoor. Oh, ik heb hier toevallig 2 rijen, 2 rijen. Omdat hier natuurlijk nog vast aankomen. Dus ik heb 2 rijen rood aan de bovenkant. Dan 3 wit. En ook weer 3 geel. En omdat ik hier die bolletjesrand eraan heb gezet, kan je dat niet zo goed zien, maar ik heb die bolletjesrand in het midden erop gestikt met mijn naaimachine. En dan daarna ga je een rij vaste maken. En ik zal nog even voordoen hoe ik die vaste maak en die sierrand. En dan zie ik je zo weer terug. Kijk, even de poncho erbij pakken, even de camera omhoog. Ik laat nu ook de verkeerde kant van de poncho even zien, zodat je ziet dat dit vierkant is en dat dit helemaal gewoon nu door gaat lopen. Dus je kan nu gewoon verder met alle kleurtjes. Ik zal even nog de goede kant laten zien. En hier zit natuurlijk al het dasje aan, laat ik dadelijk ook nog zien. Dus je gaat nu verder. En je kan gewoon met alle kleurtjes verder, wat je ook wil, welke poncho je ook wil maken. En ik ga nu even verder gewoon haken om te laten zien hoe je deze sierrand kan maken. En dit is een waaierrand. Dus jullie kunnen gewoon verder nu, gewoon verder haken zoals ik het uitgelegd heb.
En dan ga ik dadelijk uitleggen hoe ik het dasje eraan heb aangehaakt en de leuke sierrand. De bolletjesrand die zet ik hieronder onder de video, want daar die heb ik al een keer gefilmd en die heb ik ook gewoon eerst met een rij vaste drie losse, vaste drie losse gedaan en daar de bolletjesrand op gedaan. Maar ik zou zeggen, haak lekker verder en dan ga ik zo even de sierrand uitleggen en hoe ik het dasje eraan heb gehaakt. Zie ik je zo weer terug. Ik ga nu uitleggen hoe je de sierrand maakt, maar je maakt dus eerst een opzetlus. En ik zal even laten zien welke kleur ik gebruikt heb voor de sierrand. Na het geel heb ik eerst een rij rood met rood vaste gemaakt en dan ga ik dadelijk in het wit verder. En omdat ik nu dadelijk in het wit verder ga, heb ik even geel gepakt om het dat het duidelijker is. Je maakt dus een opzetlus. Je begint weer in het begin van je werk. Daar zet je je haaknaald in. Je haalt je draad op. Omslaan door 2. Zo, dit is je eerste vaste. En dan ga je tussen elk stokje, elk half stokje een vaste maken. Dus ook in de grote opening een vaste. En dan ga je weer tussen elk stokje een vaste maken. Dit is meer het begin, zodat je de sierrand eigenlijk makkelijker erop kan zetten. Dan heb je weer een rij vaste. Dus tussen elke steek, daar maak je een vaste. Zie je dat ik hier tussen die stokjes ingestoken heb en ook tussen het groepje en weer vaste, 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 vaste. Dus je maakt dit echt even een rij vaste voordat je aan de sierrand begint. Tussen de stokjes gewoon insteken. En op de hoeken, daar zijn we bijna. Hier op deze hoek, dan zet je een vaste, een losse en in diezelfde steek weer een vaste. En dan ga je weer tussen die stokjes insteken met een vaste, een vaste, een vaste. Dus voordat je de sierrand maakt, ga je eerst even een rij vaste maken. En dan zie ik je zo weer terug. We zijn nu op het einde van de toer met de vaste. Je pakt je schaar, je knipt af en je haalt je draad door. En dan gaan we nu aan de sierrand beginnen. En de sierrand, kijk, dat is eigenlijk even tellen: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Zes stokjes zijn het. Dus je pakt een ander kleurtje garen. Je kan dus deze poncho in alle kleurtjes maken natuurlijk, hè. Het is natuurlijk heel leuk juist als ik zie wat anderen ervan maken. Je kan ook altijd een foto opsturen naar via Facebook. Daar sta ik ook op, waar iedereen kan haken. En dan stuur je de foto op van jouw resultaat. Dus je maakt weer een opzetlus. Je pakt de eerste steek. En je zet je draad vast met een vaste. En dan ga ik nog een keer kijken.
Nog een keer tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. En in het begin heb ik alleen de vaste en een losse gedaan. Ja. Dan moest ik eventjes kijken. Je maakt 1 losse. En dan ga ik nu in die grote openingen 6 stokjes maken. 6 gewone stokjes. En even kijken, ik moet toch nog even kijken. Ja, 6 gewone stokjes. En dan pak ik iedere keer bij deze grote opening wil ik zijn. Dan ga ik om deze heen. Dus ik ga om die steek heen. En dan haal ik mijn draad op. Omslaan door 2, omslaan door 2. Omslaan. Ga ik weer achterlangs. Ik ga langs die steek. Ik haal mijn draad op. Omslaan door 2, omslaan door 2. Omslaan. Ik ga weer achter die steek door. Ik haal mijn draad op. Omslaan door 2, omslaan door 2. Omslaan achter die steek door. Ik haal mijn draad op. Omslaan door 2, omslaan door 2. En nu heb ik er 1, 2, 3, 4. En nu ga ik er nog 2 maken. Dit zijn weer gewone stokjes. Een, twee, drie, vier, vijf, zes. En dan om het in evenwicht te houden, blijf je dus iedere keer die steek pakken bij die grote openingen. Dan pak je omslaan en bij de volgende groepje, dus hier, ga je weer achter die steek door. Je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan. Je gaat achter die steek door. Je haalt je draad op, omslaan of doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2. Iedere keer ga je zo een groepje van 6 stokjes maken. Even wat garen pakken. En dan tel je weer stokjes 1, 2, 3, 4, 5. En je pakt de zesde. En dan krijg je dit leuke waaierrandje. Dus ja, ik kan nog natuurlijk altijd wel doorgaan. Via de achterkant, om de steek heen. En zo maak je weer een waaiertje met 6 stokjes. Een, twee, drie, vier, vijf. Zes. En zo maak je je hele waaierrand af als je een leuke sierrand erop wil hebben. Bij mij is de sierrand hier bij deze poncho heb ik hem gemaakt. Eerst rood, wit, geel. Toen heb ik rode vaste gemaakt en toen heb ik de witte sierrand gemaakt. Dan gaan we nu dadelijk aan het dasje beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. Nu gaan we aan het dasje beginnen en we maken dus een opzet. Lus.
En dan gaan we eerst 40 lossen maken om de lengte van de das te bepalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan ga je door tot 40 en dan zie ik je weer terug. En voor het dasje heb je dus 40 lossen gemaakt. En nu ga ik dus de steekmarkeerders even eruit halen, want die heb je nu niet meer nodig. Maar die heb je wel nu nodig voor het dasje. En het dasje die ga je dus aan de poncho haken. En dan ga je dus kijken waar je dat dasje wil laten sluiten. En dan laat ik niet sluiten vanaf hier. Nee, ik heb het iets meer naar achteren geschoven. Je zet hem ongeveer, ja, 2 van de hoek af. Dan heb je altijd een soort overslag nog. En het dasje, ja, je mag het natuurlijk uit laten komen waar jij het wil uit laten komen, maar ik kan alleen maar uitleggen dat ik het zo heb gedaan. Ik heb dus 2 steekmarkeerders aan het begin gezet, maar niet op de hoek. 2 groepjes van 3 van de hoek af. En dan pak je je 40 lussen weer op. En die ga je dus aan het dasje of aan het aan de halsopening zetten. Dus je steekt in. Je pakt je draad van je lus. Je haalt je draad op. Omslaan door 2. Dus je zet hem vast met een vaste. En dan wordt dit je dasje. En dan ga je weer overal in elke steek een vaste zetten. Dus nu haak je het hele dasje aan de binnenkant van de hals. Haak je dus vast aan je poncho met vaste. En ik heb wel net de hoekmarkers eruit gehaald, maar als je het makkelijker vindt, dan is het wel makkelijker om dus de hoek, als je zegt nou hij loopt niet lekker, dan zet je er 2 vaste in de hoek. Het hoeft niet, maar het is misschien beter. 2 vaste in de hoeken van de halslijn. Zie je? En dan gaan we straks het dasje verder afmaken. En dan ga ik door tot deze steekmarkeerder en dan zie ik je dadelijk weer terug. En we zijn nu bij de steekmarkeerder aan de andere kant van de hals en ik heb op de hoeken heb ik 2 vaste gezet. Zie je, zodat je dus een mooie ronding krijgt. En dan als je bij de steekmarkeerder bent, dan gaan we weer 40 lossen maken. 1, 2, 3, 4. En als je bij de 40 bent, dan zie ik je weer terug. En ik heb nu 40 steken weer gemaakt in totaal. En dan wordt dit dus je das. En ik zal even meten hoe lang die das dan is. En je moet wel rekening houden, het is voor een baby. Dus je hoeft het allemaal niet zo overdreven lang te doen. Vaak is een dasje vaak eerder te lang dan dat het te kort is. En dan heb ik hier ongeveer 23 centimeter. Ja, 24 centimeter. Wil je hem langer? Ja, dan zet je gewoon meer steek op. Ik leg het uit zoals ik het heb gedaan. En dit wordt dus het dasje. En nu kan je op deze steken, en dan ga ik nu niet voordoen, want ik ga het wel uitleggen. Je gaat nu weer terug uit, allemaal met vaste, weer over die losse steken heen. En op die vaste, daar ga je weer verder met die granny steek, met deze steek. En dan maak je je dasje zo breed en zo, kijk, ik zal even laten zien wat ik heb gemaakt. Zo,
Dit is dus de, en dit is mooi aan de onderkant. Nu heb je echt een dasje van ongeveer 5 centimeter breed. En die zit dus dan mooi aan. En het is heel moeilijk filmen nu hoor, want het is nu aan die halslijn vast. Dus het dasje heb ik uitgelegd hoe je die aan die halslijn hier vast moet haken. En dan ga je in die granny steek met die drie stokjes, drie halve stokjes weer verder maken. En dan hou je dus een dasje over. Ik moet wel even zeggen dat je dus niet meer die uiteinden hoef je dus niet meer twee stokjes bij te maken, want die das moet, hoeft niet schuin te lopen, die moet recht lopen. Dus je zet, als je omhoog gaat met die granny, zet jij er drie losse bij, 1, 2, 3, en dan sla je 1, 2 steken over en dan ga je hier weer halve stokjes maken in 1 steek. En dan sla je weer 2 steken over en dan ga je weer 3 halve stokjes maken in 1 steek. Dus dat wordt je dasje. Ik zal nog even laten zien hoe je de picotjes hier, hier zitten nog picotjes aan. Dat zijn eigenlijk gewoon 3 losse en 3 vaste. En dat laat ik zo even zien en dan zie ik je zo weer terug. Het picotrandje heb ik met rood gedaan langs het dasje. Ja, je mag zelf weten of je dat wil of niet wil. Kijk, dit zijn 3 losse en dan zet je weer een halve vaste in die eerste losse. Ik zal het even nog voordoen. Kijk, ik ben nog niet helemaal klaar. Ik laat hem dus langs het dasje lopen aan de binnenkant en ik laat hem lopen tot het witte waaierrandje. Omdat ik het nu ga uitleggen, pak ik heel eventjes een andere kleur garen. Ik pak even wit, zodat ik even het picotrandje kan uitleggen. Ik begin altijd gewoon met een opzetlus en dit is even om het uit te leggen. Dus ik begin gewoon ergens. Je steekt altijd, als je die lus hebt, ik steek altijd van voor naar achter in en dan pak ik mijn draad op en dan sla ik om en dan heb ik door 2 en dan heb ik een vaste. Kijk, dan duw je even de begindraad naar achteren. Dus dit is mijn vaste en nu gaan we aan picotjes werken. En ik heb eerst iedere keer 3 vaste gedaan. Kijk, dus dit zijn 3 vaste en dan ga ik een picotje maken. En een picotje maak je met 3 losse, 1, 2, 3, en die eerste losse, daar steek je gewoon in en dan haal je je draad op om en dan haal je je draad door 1 en je haalt je draad ook door die laatste lus. En dan ga je weer je volgende steek opzoeken en dan ga je weer 3 vaste maken. 1, 2, 3. Kijk, is dit je picotje? Het zijn gewoon 3 losse en je gaat weer verder met 3 vaste. Weer 3 losse. 1, 2, 3. En je steekt in de eerste losse en je haalt je draad op. En je haalt je draad door 1 en je haalt je draad door de laatste. Dus met een halve vaste zet je hem vast en dan in de volgende steek, daar maak je weer een vaste
En dan maak ik nog twee vaste, want ik kom op. Ik tel dan iedere keer tot 3. Dus 3 losse, een halve vaste en 3 vaste. En dit is je picot randje. Kijk, ik heb het even wit gedaan om het voor te doen. En hier heb ik het met rood. Heb ik het langs het dasje gedaan. En ja, je kan zelf kiezen wat je het mooiste vindt. Ik doe het dus helemaal rond tot de witte waaier. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Eerst wil ik jullie even hartelijk bedanken voor allemaal voor het kijken naar de hele video. En dit is dus de Rosa Poncho geworden. Hij is echt heel leuk. En ik heb ook nog een klein jasje bij gekocht. Dit is maatje 74. Dit heb ik bij de Yola gekocht. Dit heet Dirkje Girls. Dus als je nog een klein jasje erbij zoekt, is ook altijd makkelijk voor eronder te dragen. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Heel hartelijk bedankt en graag de duimpjes omhoog. Dat is altijd leuk. En abonneren. En ik zie je op de volgende video weer terug. Tot ziens!